tijdje geleden hadden we het over een studiereis om te organiseren rondom het jonge kind. En toen dacht ik meteen aan Reggio Emilia. Want hier, nu we hier in Italië zijn, komt het ook echt uit. Er zijn zoveel fantastische voorbeelden die we hier al gezien hebben en nog gaan zien de komende dagen. We ervaren zelf hoe het is om creatief bezig te zijn. En natuurlijk leren we van de Reggio Emilia principes, de aanpak. En we kunnen daar in Nederland ook heel veel mee. Deelnemers gaan met ons mee naar Londen om geïnspireerd te raken op het gebied van onderwijs en ICT. Digitaal geletterdheid. Omdat we ze meenemen naar scholen, echt de klas in, spreken met leerlingen, spreken met leerkrachten, spreken met de directeur, vragen naar hun visie. Ze gaan mee omdat we ze meenemen naar City Learning Centers, waarin ze ondergedompeld worden in de nieuwste middelen die er zijn en hoe die in te zetten in het onderwijs. Het Apple Event, een bezoek aan Google en om te kunnen netwerken. Ik heb zeker veel ideeën al opgedaan nu. Het is zo dat wij vanuit welzijn kijken naar vooral het programma na school en daaromheen. Maar ook hoe kunnen we vanuit de basisprincipes van het onderwijs waar we aan verbonden zijn, hoe kunnen we dat verbinden met elkaar? Finland staat bekend als het land met echt een sterk onderwijscultuur binnen Europa. En leerkrachten zijn benieuwd hoe zij dus hun onderwijs vormgeven. Ze worden rondgeleid op verschillende scholen door de leerkrachten, maar ook door de leerlingen. Dus er is veel interactie en dus ze zien al heel veel van wat daar gaat gebeuren. En we maken ook direct de vertaalslag, want er is tijdens de reis ook een interactieve sessie met de adviseur. En dan kunnen ze gelijk de vertaalslag maken van oké, wat heb ik hier allemaal gezien? En wat ga ik daarvan meenemen naar mijn eigen school? Ja, dat het onderwijs anders kan. En dat heeft me eigenlijk bevestigd in wat ik voor plannen had. En dat ik dat toch door moest voeren. En dat is me gelukt. De rust. De ruimte. Licht. Veel naar buiten. Bossen. Dat heb ik allemaal mee naar huis genomen. Ontzettend leuk. Ik had dit echt voor geen goud willen missen.